Beste luisteraar, van harte welkom op dit online concert. Het Passie en Paasconcert, gehouden door de Repertorische Zangvereniging Kantilene en begeleid door leden van Parlando. Het thema is Kruis en Kroon. Het muziekstuk wat woord, gesproken woord en muziek in één vlecht. Om het evangelie van kruis en opstanding van onze Heer Jezus naar voren te brengen. Het is een evangelie wat de hemel opent voor zondaren. En we wensen u veel luisterende voor toe. Toen Jezus te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam een vrouw tot hem met een albasten kruik vol kostbare mirre en goot die uit over zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen de discipelen dit zagen, waren zij verontwaardigd.
Uw koning komt, gezeten op het veulen van een ezel. Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot de discipelen: zet u hier neder, terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mede. En hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waakt met mij. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende. En hij zeide tot Petrus: waart gij hier zo weinig bij machten, één uur met mij te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Terugkwam,
hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hij liet hen daar en ging wederom heen en bad ten derde male opnieuw dezelfde woorden sprekende. Toen kwam hij bij de discipelen en zei tot hen: slaap nu maar en rust. Zie, de uur is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in handen van zondaren. Komende op de wolken des hemels.
die was bij hem. Maar hij loochende het en zeide: Vrouw, ik ken hem niet. En even daarna zag een ander hem en zeide: Ook gij behoorde tot hem. Maar Petrus zeide: Mens, ik niet. En ongeveer een uur later verzekerde een ander en zeide: Inderdaad, ook die man was bij hem, want hij is Galileër. Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet wat gezegd. En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heeren, hoe hij tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Wees te groet, gij koning der Joden.
aangebroken was, kwam er duisternis over het gehele land tot de 9 uren. En op de 9 uren riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En Jezus wederom met luide stem roepende, zeide: Het is volbracht. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Thank you.
gelijk hij u gezegd heeft. En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te boodschappen. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide, wees gegroet. Zij naderde hem, grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. Christus gestorven zijn, geloven wij.